Thanasis Papazoglou heeft het naar zijn zin in het Gouden Sporenstadion. Na wat aanpassingsproblemen heeft de Griekse spits zijn plaats in het team gevonden. Papazoglou dwong een vaste stek af bij de kerels. I feel good. It's very good. Now after I think 7 or 8 months, I'm better. With the life here in Kortrijk, with the club also, with my teammates, with everybody here. De boomlange spits is afkomstig uit de jeugdopleiding van het Griekse Aris. In 2009 trok de aanvaller naar Saloniki om van daaruit naar Olympiakos te verhuizen. Na een uitleenbeurt koos Papazoglou voor het eerst voor een avontuur buiten Griekenland. Yes, in the beginning is always difficult. It was my first time in out of Greece, but after 1-2 months I was okay. After when Vasiliki, my girlfriend, was here, it was okay. Dane gaat het zelf proberen. Hij heeft er al een paar waarschijnlijk afgelopen. De voorzet is goed en de goal is daar van Papazoglou. For me is a big difference when Vasiliki is not here and when she is here. When she's here, I have somebody to at home with me. You know, is really better. Yeah. And also is better when I have my dogs here. It's a nice club with very good fans. Everybody loves the club. For me, it's not a big team of a Belgium, but here is like a big team. Tegen Sint-Truiden deed papa het Gouden Sporenstadion 2 keer de Sirtaki dansen. Onze Griekse spits hoopt om in de play-offs op dit elan verder te gaan. Thanasis voelt zich duidelijk in zijn sas in het team van trainer Karim Bellossin. Now with a new coach, I think is better because we take the results. And this is important in football.